Ik ben Roosje Abelman en ik werk voor NPO Radio 1 namens Caro en CRV, namens de omroep. En we zijn hier vandaag om te luisteren naar de inwoners van Almelo en omstreken vooral ook. Eigenlijk willen we iedereen uit de hele provincie Overijssel horen. En dan vooral willen we weten wat mensen bezighoudt en wat meer aandacht verdient bij ons op onze zender. We hebben in alle provincies gekeken naar een plaats die in het midden lag. Zo simpel is het. Omdat er zoveel plekken zijn waar het interessant is om naartoe te gaan, dachten we, we beginnen hier. Dan is dat de meest logische manier om vanuit te beginnen. Dus vandaar dat we hier nu in Almelo zitten, maar in Drenthe zaten we bijvoorbeeld weer op een veel kleinere plek, in Bijlen. We hebben in Gouda gezeten, we hebben in Zutphen gezeten. Kortom, het is maar net waar het midden ligt. Wat we hier hoorden, eigenlijk meteen al, zijn verhalen die gaan over de leefbaarheid. Dus mensen die zeiden, ik woon hier in de binnenstad, maar er is helemaal geen grote supermarkt voor mij om enigszins betaalbare boodschappen te doen. Die grote supermarkt die hier zat, is al 5 jaar weg. En er is alleen maar een kleine supermarkt en die is eigenlijk veel te duur. En dat betekent dat dus ouderen bijvoorbeeld altijd met de bus moeten of met de auto om die boodschappen te kunnen doen. Dat tast de leefbaarheid aan. Wat we hoorden is dat er woningen gebouwd worden in de stad. Dat is op zich goed nieuws, zou je zeggen, want er is woningnood in heel Nederland. Alleen de woningen zijn duur en dat betekent dat een hele grote groep mensen daar dus niet voor in aanmerking komt. En tegelijkertijd is het dan ook interessant om te zien, ja, je bouwt dus wel woningen bij, dat betekent nog meer bewoners, alleen dus geen supermarkt. En die hebben vervolgens bij de gemeente aangeklopt om een gemeentelijke uitspraak te geven voor haar. Ja, want daar kom je dan terecht, hè? Als je niks hebt geregeld, en dat had zij niet, want ze was op jong, ze was 63. En Adorpen bijvoorbeeld, hè, dat hier vlakbij ligt, jullie wel bekend. Daaruit zei een bewoner tegen ons dat de industrie ervoor zorgt, hè, dat het steeds dichter bij elkaar komt, Almelo en Adorp. En zij zeggen, ja, die uitbreiding van de industrie, dat zorgt ook niet echt voor een betere leefbaarheid voor ons. Zo zeggen ze dat er nu een varkenshouderij komt of een varkensslachterij in de buurt. En daar zien ze wel erg tegenop, want ze zijn bang dus voor bijvoorbeeld stankoverlast. Nou, met name die verhalen heb ik tot nu toe gehoord. En ja, mijn collega's zijn op dit moment nog bezig met gesprekken met mensen. Dus ik ben benieuwd wat daar nog uitkomt vandaag.